Jan Huygen is een boek over een historische figuur, Jan Huygen van Linschoten. Dat is een jongen die rond 1570 werd geboren en op zijn 16e op avontuur ging, Nederland verliet. Hij was de zoon van een herbergier. Hij kwam uiteindelijk in India terecht, beleefde daar vele avonturen en heeft over al die reizen ook een journaal bijgehouden. Hij was daarmee de eerste Nederlandse reisschrijver. En met alle dingen die hij daar heeft gezien over de havens en de routes en de handel, kwam hij terug naar Amsterdam. Die informatie die verkocht hij aan een groep kooplieden die vervolgens de voorloper van de VOC oprichtte. En met zijn informatie de eerste expeditie naar de Oost uitrustte. En in die zin kan je zeggen dat Jan Huygen van Linschoten de man was die de VOC en de Gouden Eeuw mogelijk heeft gemaakt. Hij was een fascinerend mens en ik heb geprobeerd op basis van historische gegevens hem leven in te blazen en tot een mens van vlees en bloed te maken en ook een spannend verhaal van te maken. Jan Huygen van Linschoten was een reiziger, een avonturier, een schrijver en dat zijn allemaal dingen die ik ook over mezelf zou kunnen zeggen. Ik heb ook 30 jaar over de wereld gereisd en een aantal reisboeken geschreven. Dus ik voel veel verwantschap met die man, ook al is hij al 400 jaar dood. Dank je.